Ja, kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, mijn naam is Dylan. Welkom weer terug bij een nieuwe Minetopia. En we gaan verder met kijken wat we allemaal gaan doen in deze server. Want ik heb goed nieuws. Ik heb eindelijk inderdaad goedkeuring gekregen van mijn club. En die ga ik dus eigenlijk proberen door te verkopen, of eigenlijk te verhuren aan de gasten van TVG. En Dion en Matthijs waren die gasten. Ik ga even snel naar mijn club toe lopen. Ik heb genoeg eten gekocht vorige episodes. Dus ja, ik kan lekker rennen. Kijk, hier is mijn clubje. En die ga ik proberen te verhuren aan die gasten van TVG. En hoe ga ik het regelen? Ik ga proberen hun 10.000 per week te laten betalen. Dat is 40.000 in de maand. En dan met 3 maanden heb ik weer die 150.000 ongeveer terug. Want ik krijg ook 10% van de inkomsten. En zo ga ik proberen mijn zaakjes en dan eigenlijk mijn geld terug te halen uit dit bedrijf. Dat is eigenlijk wat ik ga doen met mijn club. En om mijn club goed te laten lopen, heb ik eigenlijk de big fishes nodig. Oftewel de grote YouTubers moeten proberen dat dit eigenlijk hun stamplek wordt, waar ze elke keer zitten. Dus ik moet proberen eigenlijk Ceez laten zitten krijgen. Ik moet kijken of David daar elke keer wil chillen. Dat Lars, de Vaken of de burgemeester daar wil chillen. De gasten van TVG zijn er natuurlijk altijd. En dus dat wordt eigenlijk de place to be, want iedereen zit daar. Dus dat wordt eigenlijk mijn plan waarop iedereen daar naartoe moet komen. Want dan kan je praten met de YouTubers, met jullie helden. Dus dat is een... daarom moet je eigenlijk naar deze nachtclub komen. Maar dat gaan we dan allemaal nog regelen. Goed, we waren gebleven de laatste keer deze 3 plotjes. Hier ben ik... ik heb deze 3 plotjes heel mooi laten klippen door de Cosmo. Je ziet, het is helemaal flat, helemaal kaal. We kunnen hier eindelijk op gaan bouwen. Maar... zoals ik zei ook, ik moet bij de burgemeester langs om te zorgen dat ik hier 3 huizen bij elkaar mag bouwen. Of eigenlijk gewoon zorgen dat je ze plots kunnen mergen. Het probleem is alleen, het mag niet zomaar, dan moet je eens bij de burgemeester langs. Maar ja, burgemeester Lars, die is vaak nog super druk bezig. Het is heel irritant. Dus ik heb een afspraak gemaakt met een andere wethouder. Dus ik ga bij hem langs. Dus ik ga even kijken wat er bij die wethouder, wie het allemaal is. Ik loop nu toevallig langs. Dus we gaan even naar binnen en... oh, daar staat iemand. Hey! Goeiedag. Goedendag. Ik ben hier nou even, hiernaast staat trouwens de burgemeester. Ja. Maar de burgemeester is heel druk, hij heeft een of ander boek gekregen, helemaal geconcentreerd die man. Waarom bent u hier nou bij het gemeentehuis? Ja, ik ben bij het gemeentehuis, ik kom hier voor een paar aanvraagjes in te leveren. Wilt u bij de wethouder zijn? Ja, ja, maar daar ben ik ook. Ben jij dat ook? Oh. Loop even bij. Oké, nee. Ga ik hier naartoe? Ja, is goed. Kijk, dus dit is mijn kantoor, een leuk kantoortje, kijk, best wel... nou ja, niet heel groot, maar... volgens mij is het wel een verstrooid persoon, maar... ja, oké. Kan het deurtje dicht? Want kan ik niet, helaas. Oké, dan doe ik hem maar even dicht. Nou, maar goed. Kijk, ziet u deze kleur groen? Ja. Dat is een mooie kleur groen, hè? Ja, dat is prachtig. Dat is een mooi kantoor. Ja, ik zie dat je blijkbaar een best wel belangrijk mannetje bent hier zo in het wethuis. Ja. Ik heb hier ook messen aan de muur hangen. Ja, zo, prachtig. Ja, en een mooi tuintje. Als er een keer iemand gevaarlijke dingen doet... dus fuck niet met mij, oké? Oké, sorry. Okay. Wat is er? Ja, je ziet eruit als een toffe gozer. Dus ik denk dat ik wel mijn aanvraag bij jou kan indienen. Want bij de wethouder kan dat natuurlijk. Hey, je bent zo'n toffe gozer. Kijk, ik ga even beginnen meteen. Ik heb 3 plots gekocht. Ik heb vrij veel geïnvesteerd. Ja. En ik wil graag mijn 3 plots, zeg maar, bij elkaar voegen naar één groot plot. Weet je, ik ben al de eigenaar van die 3 dingen. En ik wil graag vragen of ze bij elkaar mogen. En dan moet ik aanvragen bij de burgemeester of de wethouder. En dat ben jij natuurlijk. Jij bent de belangrijke wethouder. Ja, ik ben inderdaad een belangrijk persoon. Ja, je bent zeker belangrijk. En ik dacht van nou, ik vertrouw jou wel, zeg maar, met die zaakjes. Want ik ben niet zo'n vertrouwelijk persoon. Maar jij ziet er wel heel vertrouwelijk uit. 3 plots dan? Dan 1 grote plot. Ja, dat ik daar overheen mag bouwen, zeg maar. Dat ze naar elkaar toe kunnen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje lastig. Maar ik heb altijd een zwakte voor liefdadigheid. Ja, en heeft het ook nog iets voor de mensen om ons heen? De mensen die geen huizen hebben? Natuurlijk, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen zonder huis. En kleine huisjes. En bij mij, als je echt geen huis hebt, kan ik wel ze opvangen bij mij thuis. Ik heb groot genoeg. Maak een grote kamer ook voor iedereen. Iedereen dag zelf met z'n allen kan zitten. En een pooltafeltje. Dat ook de mensen die eigenlijk niet zoveel geld hebben, toch plezier kunnen maken. Oh, dat is fantastisch. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Oh, wauw. Ja. Ik heb zelf ook al 5 dagen. Ik heb geen huis nog. Want ik moet er nog indienen bij de burgemeester. Maar kan je het niet zelf doen dan? Ik bedoel, jij bent de wethouder. Je kan het wel doen. Kijk, luister, ik ben een heel erg eerlijk en lief persoon. En dit moet allemaal volgens de regels. En ik kan het mezelf ook regelen. Maar als de burgemeester naar achter komt, dan word ik waarschijnlijk ontslagen. Ja, weet je, anders zou ik ga wel een goed woordje doen bij de burgemeester. Ik heb hem een paar keer gesproken. Ik ga wel een goed woordje met hem doen, denk ik. Echt waar? Speciaal voor jou doe ik dat dan. Wow, dat is echt super lief van je, man. Ja, heb jij tenminste een mooi huis hier, weet je wel. Dan gaan we even kijken waar jij wilt wonen en zo, weet je wel. Ga even kijken wat jij allemaal wil, want daar kan ik je misschien bij helpen. Even het volgende, dan met die 3 plots naar 1, dat vind ik dan wel een heel goed plan. En ik vind het heel lief dat je dat ook zo doet. Ja, ik ben echt heel trots op je. Dankjewel. Ja, ik ben een heel goed mens. Ik doe alles natuurlijk om iedereen te helpen in deze stad. Als ik wil, kan ik ook mijn plots laten zien. Het is hier vlak voor de deur. Dus... ik loop even mee. Dan neem ik alvast even een boekje mee, want die wil je straks eventjes ondertekenen. Ja, helemaal top. Dus kijk, kom er even mee. Ja, ik loop mee. Kijk, ik zal het laten zien. Als jij de weg maar even leidt. Ja, kijk, het is ook heel dicht bij het wetshuis. Dus iedereen kan heel makkelijk bij jullie aanvragen indienen. Dus degene die geen huis hebben, is heel snel bij jullie. Oh, kijk, dat is fantastisch. Dit zijn ze. Kijk, ze 3 bij elkaar. Deze 3 helemaal bij elkaar klaargemaakt. Ja, ik weet, het is best groot. En dan kan ik dus een heel groot opvangstehuis maken voor iedereen die hulp nodig heeft. Wow, er zouden echt meer goede personen zoals jou hier moeten zijn. Ja. Wat is je naam? Ja, mijn naam is Dylan. Er staat Rotjoch boven mijn hoofd, maar ja, dat valt wel mee hoor. Ik ben Ceez. Hi Ceez. Ja, hey, aangenaam. Ja, ik vind het, wat vind je ervan? Wat vind je van het hele idee? Prachtige, dit hele idee. Kijk, in het begin dacht ik natuurlijk van dit is altijd een beetje opletten met nieuwe mensen die je nog niet kent, want die kunnen ook heel gemeen zijn. Ja, maar je bent echt een heel goed persoon. Ja, ik zie dat je een beetje ik zie dat je scherp ogen hebt. Daar hou ik wel van. Ja. Laten we even terug gaan naar mijn kantoor. Dan maak ik even een mooi papiertje voor je. Dan moet je even ondertekenen. Het zijn even kijken, de plotnummers. Ik neem even mijn boekjes mee, dat ik ook bewijs heb dat mijn plots zijn. Natuurlijk. Dat is wel handig, ja. Nee, ik ging er sowieso vanuit dat het jouw plots waren. Ah, gelukkig. Kijk, dat is heel belangrijk. Oké, onze burgemeester is nog steeds druk bezig. Keep up the good work! Jeetje, wat is er met het boekje aan de hand? Heeft hij een spannend... Nou, oké. We gaan... Ik weet het ook niet, hoor. Ja. Maar kom maar even mee. Even kijken, wat zijn de plotnummers? De plotnummers zijn nummer 187, 186 en 188. Dus 186, 88, 87. Dan mogen die bij elkaar. Dan moeten we een plotmerge hebben. Ja, dus ik mogen ze bij elkaar gooien en ik zelf bepaal zeg maar, hoe ik het ga indelen. Plotnummer, welke nog een keer? Kunt u nog een keer de nummers zeggen, meneer? 186, 187 en 188. Zullen gemerged worden? Eens even kijken hoor. Door de eigenaar. Maar wil je niet graag... Je bent toch een wethouder? Dan ben je toch best wel een belangrijk persoon? Ja, ik ben heel belangrijk. Je bent heel erg belangrijk. Dus jij kan heel veel dingen eigenlijk regelen. Ja, eigenlijk. Alleen niet zo vaak komen mensen bij mij. Dat vind ik wel minder. Ik vind jou wel een tof persoon. Ik vind je wel vriendelijk. Maar je bent zo'n belangrijk persoon. Heb je daar geen belangrijke kleding voor nodig? Eigenlijk wel, maar... Ik heb het op dit moment niet zo heel breed. Het is wel heel duur bij die mevrouw. De V heet ze. En weet je wat? Omdat jij me vandaag zo goed helpt. Weet je, en ik vind dat iemand die mij helpt er ook goed uit moet zien. Krijg je dit shirtje van me. Hij kostte, volgens mij was het iets van 8000. Maar voor jou mag je hem hebben. Hij is van goud. Oh, wauw. Ik zou hem aantrekken. Hij is enchanted. Het heeft een boel centjes gekost. Maar omdat je zo aardig bent... Misschien moet je hem even aantrekken. Kijk hoe het eruit ziet. Ja. Nou. Oh, wauw. Kijk. Oh. Nou, als ik met dit bij de burgemeester binnenkom... denk ik ook wel dat hij mijn aanvraag ook zal goedkeuren. Ja, dan neemt hij je denk ik heel serieus. Ja. Maar... We moeten wel even overgaan serieus, hè? Ja. Want ik wil even van jou je boekjes hebben... want anders weet ik natuurlijk niet dat je ze echt hebt. Oh, ja. Daar komen ze aan. Oké. Oh. Even zien. En je sprong er weg volgens mij. Ja, ik heb ze allemaal... 160, 170, 188. Het staat je goed hoor, Rijn. Oké. Dan krijg je van mij deze. Die mag je eventjes gewoon even signen. Een heel simpel documentje, even snel gemaakt. Dus die zullen dan gemerged worden. Dan moet je maar even onttekenen. Ik heb hem al zelf ook al onttekend. Signen door de eigen... Oh, ik moet gewoon sign, op het knopje sign drukken? Ja, gewoon sign en dan gewoon dat jij hem gesigned hebt. Dat betekent dat jij ermee akkoord gaat. Bewijs... aanvraag. Ja. Bij Rotjochie. Sign and close. Kijk eens aan. Oké, dan geef ik jou jouw dingetjes weer terug. Oh, hartstikke super tof. En dan wil ik graag dat boekje van jou. Ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Even kijken. Heb je hem gesigned? Ja, je hebt hem gesigned. Wow, juist. Tof. Die gaan we de kist doen. Dankjewel. Nou, bij deze mag je dus... die is uit de plots gemerged. Mag je op alle plots gewoon bouwen zoveel als je wilt. Want het is allemaal van jou. Maar... je moet wel een kamer bouwen voor de mensen die het niet zo breed hebben. Hè? Ja, dat ga ik doen. Zeker weten. Gewoon een ruimte waar iedereen in kan chillen. Ah, ik dacht wel dat ik je kon vertrouwen. Ja, precies. En eigenlijk, nu ik hier toch ben, ik heb nog één vraagje. Hè? Het is een beetje een lastige. Maar heb jij toevallig vaak honger? Ben jij iemand die graag eet? Ik ben ikzelf. Ja, jijzelf, ja. Hou je wel wat... ja, tuna kebab eet je wel graag, hè? Ja. Ja, kijk, en weet je het is? En af en toe heb je wel eens honger na 5, maar hier is de foodcourt na 5 uur dicht en dan kan je gewoon niks bestellen. Ja, vind je dat niet... daar heb je helemaal gelijk in. Vind je dat niet super vervelend? Ja. Ja, kijk. Ik moet zelf ook werken. En soms heb ik gewoon geen tijd voor een pauze, want de burgemeester is soms ook helemaal niet aardig en zo. Oh ja, dat is vervelend. Dan kom ik bij de foodcourt aan en dan is het alweer dicht. En heb je gegeten? Nee, dan heb ik geen eten in die avond. Dus ik heb een idee verzonnen daarvoor. Een avondwinkel. Echt? Oh. Kijk, dan kan je gewoon zorgen ervoor dat zeg maar mensen daar ja, in de avond nog eten kunnen kopen. Voor een schappelijke prijs. Maar wacht eens even, mag dat allemaal wel? Ja, natuurlijk, als ik het aan jou vraag en het mag allemaal. Het is gewoon een zaakje. Ik koop eten in, heel legitiem, bij de boer. En dan verkoop ik hem zelf door in de avond. Ja, maar dat... mag het wel alleen in de avond open zijn, hè? Alleen de avond, na 5 uur gaat hij open. Dan is er concurrentie voor de foodcourt en dat wil ik niet. Natuurlijk niet, nee, zo ben ik niet. Het is puur voor na dat de foodcourt gesloten is. Dus voor de mensen zoals jij, die heel hard druk werken. Weet je, zijn genoeg mensen, mensen werken in de kledingwinkel, hebben het druk. Iedereen heeft het heel druk en dan kunnen ze geen eten kopen. Maar nu wel. Oh, wauw. Maar... mijn vraag is, ik heb al 4 plots. Je mag er eigenlijk maximaal 4 hebben. Ja, voor het goede doel dus, inderdaad, voor de mensen die s'avonds willen eten, een 5e plotje mag kopen. Dan moet ik een aanvraag voor indienen. Ja, kijk, dat is natuurlijk wel een wat lastigere aanvraag. Ja. Alleen, het probleem zit er wel in het volgende. Dat ik dit wel even eerst zou moeten overleggen met de burgemeester. Want je snapt natuurlijk zelf ook wel dat ik dat niet zomaar kan doen. Nee, natuurlijk niet. Ik heb er wel begrip voor, maar ik heb het alvast bij jou neergelegd. Want jou vertrouw ik het meest nu. Jij houdt wel van geheim dat ik dat wil doen natuurlijk, hè? Dat niet andere mensen ineens met hetzelfde idee komen. Nee, dat ga ik helemaal geheim houden. Kijk, dat is ik zal het alleen even met de burgemeester overleggen, maar ik denk niet dat de burgemeester zelf een nachtwinkel gaat openen. Nee, hij heeft druk bezig hier natuurlijk. En... ja, maar gelukkig een zwaar genoeg een baan, alleen al. Nou, gelukkig wordt hij heel goed ondersteund door een hele goede wethouder. Ja. Ja. Ja, dat ben jij. Ja. Kijk, en hopelijk ga je binnenkort zo snel mogelijk... ja, zo snel mogelijk je eigen aanvraag kunnen indienen. Je ziet er nu strak uit in het pak. Hij zou je wel serieus moeten nemen. Ik bedoel, als je blijkbaar een wethouder bent die goed zijn werk doet en er goed uitziet in een goed pak, kom je heel ver. Moet het wel goed komen. Moet het allemaal wel goed komen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dan moet u binnenkort maar even langskomen. Dan zal ik wel even kijken of ik dat voor u kan regelen. Meneer Dylan. Meneer. Ja, meneer, natuurlijk. Dat zou hartstikke fijn zijn. Want ik ben wel druk bezig de laatste tijd. Maar ik kom zo snel mogelijk weer langs om even kijken hoe ver we zijn. Dat is goed. Is dat een goed idee? Dat is helemaal top. Dan loop ik u eventjes naar de uitgang. Ja. Die plots, dat is helemaal geregeld. Als de andere mensen over beginnen, nou, bij mij is het gewoon goed om eens naar mij toe komen. Want ik ben er helemaal voor. Helemaal goed, dankjewel. Heel super. Dan zwaaien we nog even. Doei. Doei. Nou, hij is er weer. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel, wethouder Kees. Doeg. Veel succes met je aanvraag. Dank je. Zo. Oké, dat was dus wethouder Kees. Nou, dit heb ik een klein beetje ingepakt, hè. Ik heb hem een duur... Je ziet, hij heeft een beetje problemen, zie je af. Hij heeft een beetje geldproblemen. Nou ja, ik wil hem daar graag bij helpen. En ik wil wethouder Kees graag aan mijn kant. Want de burgemeester is heel moeilijk, hè. Dat weten we allemaal. Dat hebben we gezien bij David. Hij is een beetje, een pennenlikkertje. Alles moet precies gaan zoals hij dat wil. En via de regeltjes. En zoals je ziet, wethouder Kees... die is ietsje makkelijker. Hij is heel vriendelijk. Misbruik maken van hem, dat wil ik eigenlijk niet. Want ik wil hem zo lang mogelijk te vriend houden. Maar nu heb ik wel mijn 3 plots bij elkaar. Dat is fijn. Het is jammer dat hij moeilijk ging doen en twijfelde over mijn... ja, over mijn 4e aanvraag. Had ik een 5e plot mag kopen voor een avondwinkeltje. Maar dat is jammer. Maar ja, dat moet vast wel goed lopen. Want ik ga ook nog wel eens gesprek hebben met de burgemeester. En dan, weet je, 1 plus 1 wordt samen 2. En dan hebben we uiteindelijk een heel mooi avondwinkeltje die kan openen voor meer meer geld binnen te krijgen natuurlijk. Want het is hartstikke fijn, want de foodcourt die is om 5 uur al dicht. Gasten zijn niet altijd online. En een avondwinkeltje, dus zoek daar ook nog een manager voor en ook daar medewerkers voor. Dus, het houdt in, ik zoek dus eigenlijk al heel veel werknemers. Ik zoek er heel veel hier voor mijn prachtige club, waar natuurlijk iedereen gaat komen. David gaat hier chillen, Revé gaat hier komen, Colin gaat hier komen. Ja, maar ik ga natuurlijk ook Kees, hè. Ga ik uitnodigen hier, want wethouder Kees wil ik de vriend houden. De burgemeester gaat hier zitten en het wordt gewoon één grote feestboel hier gewoon. Het wordt echt super awesome hier. Nou ja, goed. In ieder geval, dat is wat mijn plannetjes zijn. Ik heb een deel van mijn plan alweer afgerond vandaag ik zeg wel bewaker Kees, bij wethouder Kees. Dat is hartstikke awesome. Mensen, hier ga ik het bij afsluiten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik ga vandaag kijken, kunnen wij de 2000 duimpjes omhoog krijgen voor deze sneaky plannetjes die ik aan het bespelen ben allemaal. Deze snode plannetjes. 2000 duimpjes. Hartstikke awesome. Het kanaal van wethouder, ik zeg het bewaker. Wethouder Kees staat beneden in de beschrijving. Kijk even op zijn kanaal voor zijn Minetopia verhaal. Want hij heeft een heel zielig verhaal natuurlijk weer. En het is hartstikke leuk om te kijken naar wethouder Kees en zijn avonturen. Hoe hij zijn geld gaat verdienen en heel veel moeilijk doet. In ieder geval mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat nogmaals een blauw duimpje achter mogelijk. Ik zie je graag in de volgende video. Bedankt Kees voor het meedoen. Hij is volgens mij even zijn eten halen. Peace!